Het hele huis is zeg maar besmet met angst. Al meer dan 2 jaar leven de bewoners in deze flat in angst. Een voormalig kickbokser zorgt voor veel overlast. Heel divers, van de radio 's nachts hard aan en 's middags hard aan. Tot zitten in de portiek, zodat je er niet langs kan. Bedreigingen, doodsbedreigingen. Mij meerdere malen met de dood bedreigd. De man leidt volgens buren aan paranoïde schizofrenie. En daarom ziet hij dingen die er niet zijn. En dat maakt zijn gedrag onvoorspelbaar. En midden in de nacht dan denkt hij dat er iets in ons huis is. Dan trapt hij tegen de deur aan en dan blijft hij bellen. En soms neemt hij een aanloop. En dan beukt hij echt tegen de deur aan. Dat is heel erg beangstigend, omdat je echt de deur ziet bewegen. Ja, en de vrouw en ik zijn er heel erg van geschrokken. De man wordt meerdere keren opgenomen in een psychiatrische instelling, maar Altrecht kan hem daar niet houden. Een GGZ-instelling zoals Altrecht kan iemand niet zomaar tegen zijn of haar wil opnemen. Hiervoor is een rechtelijke maatregel nodig, die pas wordt afgegeven als er een verband kan worden aangetoond tussen een psychiatrisch ziektebeeld en gevaarlijk gedrag. Bovendien moet dat mogelijke gevaar niet anders kunnen worden afgewend dan door een onvrijwillige opname. Buurtbewoners vinden dat de instanties steken hebben laten vallen. En dan neem ik vooral Mitros kwalijk. En daarnaast Altrecht, die heel erg zich beroept op privacy van een persoon. Maar vergeten dan wel de mensen die daar echt dagelijks last van hebben en geconfronteerd worden met een overlastpleger. De eerste meldingen kwamen al binnen in 2008. En zelfs na veel klachten kwam de woningcorporatie niet in actie. Nu dus wel. Op een gegeven moment zijn de meldingen erger geworden. En op een gegeven moment krijgen we ook van partijen waar we mee samenwerken meldingen. En dat is voor ons het moment geweest om te zeggen, we hebben nu voldoende dossier, dat gaan we voorleggen aan de rechter. Mitros vraagt de rechter om de man uit huis te zetten. Voor deze flatbewoner komt dat besluit te laat. Dus wij willen gewoon weg en willen een nieuwe start en opnieuw proberen in Utrecht. Ja.